De NV Energiebedrijven Suriname, EBS, organiseert vanaf aanstaande zondag de Carilac Renewable Energy Conferentie. Het evenement wordt in samenwerking met de Caribbean Electric Utility Services Corporation, Carilac, georganiseerd. Deze organisatie is de Caribische overkoepelende elektriciteitsorganisatie. Tijdens de conferentie, die een week duurt, zullen bedrijven en organisaties uit 16 landen van de regio inleidingen en presentaties houden over hernieuwbare energie. Rabin Parmisser, CEO van de EWS, zegt dat de conferentie op topniveau zal zijn. Hij is er trots op dat Surinamers ook de ruimte krijgen hun presentaties te houden voor internationaal publiek. Volgens Parmisser is het de eerste keer dat er in ons land zo'n topevenement wordt gehouden. De bedoeling is dat we onze ervaringen, wat ik daarnet heb genoemd, onze inspanningen, onze policies, even doornemen met onze collega's van het Caribisch gebied en de mensen van het Caribisch gebied. En ook hun ervaringen met ons delen en stap voor stap kunnen verder, gecombineerd met de bedrijven, ja, die daar hier ook aanwezig zullen zijn en hun demonstraties zullen houden. Dat is het eigenlijk. Op dit moment moeten we zeker ook meenemen dat een aantal landen niet vertegenwoordigd zullen kunnen zijn vanwege de storm die gewoed heeft en de naweeën daarvan. Dus dat vinden we jammer, maar daartegenover kunnen we stellen dat mensen uit 16 landen hier aanwezig zullen zijn. 16 landen, bedrijven en bedrijven, dus toeleveranciers, maar daarnaast ook dus de participanten, mensen vanuit organisaties, relevante organisaties en van elektriciteitsmaatschappijen zoals EBS. Cletus Bertin, executive director van de Carilac, is ook vol lof over de komende conferentie. Volgens hem is het goed dat lokale, regionale en internationale deskundigen hun kennis met elkaar delen. We have speakers from the German International Agency. We have presenters from the United States Agency for International Development. We have speakers from the Rocky Mountain Institute, which is an international organization dealing with climate change issues and energy efficiency, renewable energy. And of course, we have speakers from across the region, Belize, Barbados, Grenada, and elsewhere. We also have Suriname. And of course, Suriname, our host country. We have some excellent presentations from EBS Suriname, of course. And so it's a good blend of local, regional, and international. I should also mention we have the likes of Tesla, which is obviously a major company in terms of hybrid vehicles and electric vehicles, but they're also big, as you know, in energy storage. So we have a presenter from Tesla on the program as well, and from the University of the West Indies, as well as from Suriname agencies as well. Cletus Bertin, executive director from the Caribbean Electric Utility Services Corporation, Carilac. Deze overkoepelende organisatie van de energiebedrijven in het Caribisch gebied zal samen met de EBS een elektriciteitsconferentie organiseren.